Nieuwe technologie die veel stof doet opwaaien is de wearable. Een armbandje of horloge dat bijvoorbeeld je hartslag meet of je slaapgedrag bijhoudt. Nu is het nog een leuke gadget, nuttig om je hardloopprestaties bij te houden. Maar wat zijn de gevolgen als alles in en om ons heen direct meetbaar wordt? Ja, ik heb een bandje. Ja, ik heb een bandje. Ik heb een bandje. Ja. Ik draag het bandje nu een maand. In dit kantoor is een experiment gaande. Dit vastgoedbedrijf werkt aan de ideale werkplek. De directeur ziet de inzet van wearables op de werkvloer als onontkoombaar. Met de polsbandjes wordt de gezondheid van de medewerkers gekoppeld aan hun productiviteit. Wat we hebben gemaakt is een dashboard, de Quantified Workplace. En in dat dashboard zijn alle data van de werknemers te zien. Iedere werknemer krijgt zijn eigen dashboard. Op dat dashboard kan je zien hoeveel iedereen beweegt. Dus voor jezelf kan je zien hoeveel stappen, hoe lang je op je computer hebt gezeten, wat je well-being is en je stressniveau. En die data die aggregeren we ook op organisatieniveau. Dus je kan dan zien hoeveel stappen iedereen gemiddeld zet, over de hele organisatie gezien. Hoe lang iedereen op de computer zit, wat hun well-being is en wat hun stressniveau gemiddeld is. Ja, heel positief. Het is wel apart dat je iets om je arm hebt. Ja, ik ben er wel blij mee. Ja. Het geeft wel inzicht in wat ik allemaal doe. Nou, ik was hiervoor zelf al altijd best wel veel met apps bezig voor sporten. En ik vind het heel leuk om dat allemaal bij te houden. Ik merk dat ik daar best wel fanatiek van word. Je wil eigenlijk 4 grootheden meten. Je productiviteit, dus eigenlijk hoeveel uren je werkt. En of je de goede dingen doet in je tijd. Op basis van je persoonlijke inschatting of je productief bent geweest. Je werkbare uren en wat je opbrengt, je billability. So, dat is 1 kant van het verhaal. En dan de gezondheidskant ervan. Dus we hebben een productiviteitskant en een mensgericht verhaal. En wat is de balans tussen die twee? Wat is de ideale balans tussen wat we aan mensen willen vragen en wat we terugkrijgen van de mens? Ik denk dat ik wel vaker aan word herinnerd om gewoon mijn dag dynamisch in te delen, zeg maar. Dus met bewegen. Met geconcentreerd werken. Het is wel een hele gedreven sfeer om goede resultaten te halen. Ja. Het is een soort van een gamification, noemen we vaak. Dus het wordt eigenlijk een soort van een game om om bepaalde performance te halen. Het is niet puur die performance op zich, maar het vergelijken met anderen. Er kwam net een collega bij mij die zei van hey, ik zag geloof ik net boven je. Dus dat is zo'n weekly report. En toen kwam hij er toch achter dat ik nog steeds boven hem stond. Dus dat was dan weer een teleurstelling voor hem. Maar goed, ja. Vanaf het begin is het dashboard altijd al geweest opt-in. Dus mensen mogen meedoen als ze willen. We gaan het in geen mogelijkheid verplichten. En alle mensen die het gebruiken, die zijn tot nu toe heel erg positief. We zijn nu een maand onderweg. Dus ik ben heel benieuwd wat mensen allemaal ermee gaan doen nog. Omdat we hier zelf mee gestart zijn en een relatief menselijke maat hebben van rond de 50 medewerkers. Daar kun je elkaar nog in de ogen aankijken. Als je een heel groot bedrijf bent, dan zal dat proces zich anders gaan ontwikkelen. Dus als dit experiment of deze techniek die zijn weg gaat vinden in grotere bedrijven, en dat gaat gebeuren, hoe dat gaat, welke vorm het gaat krijgen, daar kan ik moeilijk een uitspraak over doen. Maar dat blijft wel een van de aandachtspunten of echt valkuilen van de hele techniek. Van goh, tussen vrijwilligheid en verplicht stellen, daar kan nog iets tussen als groepdruk. Hoe gaan we daarmee om? Wat mij betreft vind ik het goed om alle gegevens die we meten om gewoon openbaar te maken. Ja, ik deel alles. Ja. Ja. Ook een beetje het doel van het experiment natuurlijk. Je bent vrij om daar zelf een keuze in te maken. Wat is mijn stress nu? Zullen we eens even kijken? Nu is hij op 68, dus ik ben niet heel gestrest nu, maar er zijn wel momenten dat ik gestrest ben. Ik schaam me er niet voor en het is meer dat als ik zelf denk van ik loop te weinig of ik eet te veel, dan dat is dan ook zo. En dan mag mijn collega dat ook weten of mijn werkgever.